Goedemorgen, het is 5:30. We gaan al 5 minuutjes ontbijten. Ik heb bijna niet geslapen, dus ik kijk eigenlijk al heel erg uit naar die 10 uur durende busreis. Dan kan ik lekker even bijslapen. Ik werd om 1 uur wakker, gewoon uit het niets. Toen werd ik om 2:30 weer wakker. Toen begon honden te blaffen. Ik ging pas weer 3:30 slapen en om 5:00 ging de wekker weer. Ik heb keelpijn. Ik ga echt lekker bijslapen in die bus. Ik heb trouwens de meest, hoe zeg je dat? Ontoepasselijke legging aan voor de mensen met wie we samen reizen. Vrij oude Chinese mensen. Maar wat het was, de broeken die ik had. Ik had nog zo, zeg maar, zo'n skinny broek, niet een jeans, maar gewoon zo'n zwarte broek. Ik dacht echt, no way dat ik dat aan ga trekken op een 10 uur durende busreis. Dat is gewoon veel te strak. Dus ik dacht, nou ja, dan moet dit maar, want de rest zit gewoon in de was. En de broek waarmee ik gisteren heb gehaakt, die had ik al voor de tweede dag aan. Dus dat ga ik gewoon niet meer doen. Dus, even ontbijten en om 6:00 weer de bus in voor 10 uur. Ontbijten met havermout op de Spartaanse versie. Dus alleen heet water en banaan erbij. Doei. We zijn nu uitgestapt bij een van de tempel. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Ik dacht dat het een toiletstop was. Maar dat is dus blijkbaar niet. En mijn lenzen zijn helemaal droog. Want ik zit niet te slapen. Maar... ja, ik weet niet. Ik denk misschien een Tibet-ding of zo. Misschien ook wel vlaggetjes en dingetjes. Oké, ik ben er een soort van achter wat de bedoeling is. We zijn net bij een Tibetaanse vrouw thuis geweest, waarbij ze vertelde over de Tibetaanse cultuur en dat soort dingen. En nu gaan we dus blijkbaar kijken naar zilver, want dat is heel goed voor je gezondheid. Weet je, ik heb deze tour geboekt alleen voor het park en omdat de prijs echt heel goed was. En er zaten allemaal extra dingen bij, zoals bijvoorbeeld dus dat eten bij die Tibetaanse familie en gisteren die dansshow. Maar daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo goed op gelet. Dus elke keer komt het een beetje uit de lucht vallen. Oh, we gaan dit doen. Oh, we gaan dat doen. Oké, prima. Ik heb net gewoon lekker veel thee gehad en gewoon een beetje gechilled op de bank. Ik versta er niks van, want ze praat Chinees. Maar ja, prima. Ik kom vanavond in Chengdu aan en wat dat betreft ben ik blij. Nou, we rijden weer. Nou, dat was een heel kort tutje, want we moeten alweer uitstappen. Dit is letterlijk misschien 5 minuten later. Wel heel cool. Kijk, vet grote stenen. Blijkbaar twee mensen er geld in. Voor gelukkig iets of zo. Kijk, deze is ook huge. Dit is echt super vet. Nou, ik ga maar eens achter de groep aan. Even kijken, volgens mij. De hostel mevrouw had gezegd dat we dus 2 uurtjes in een shopping mall moesten doorbrengen. Maar dat we niks hoeven te kopen. Dus ik ben even benieuwd wat dit gaat worden. Blijkbaar hebben we nog een paar van zulke stops. Ik wil niet slapen. Oh. You won't cry? I want to sleep. Me too. Lunchtijd en nog meer eten. Dit smaakt trouwens vet grappig. Het lijkt heel hard als je er zo naar kijkt, maar als je het in de mond stopt is het best wel zacht. Het is best wel lekkere groente, heeft ook wel echt een goede smaak. Het vlees eet ik niet op, want ik ben vegetarisch, maar dit vind ik wel echt lekker. En we hebben weer een shopstop. Yay! Deze keer is het niet zo erg hoor, want het was vrij warm in de bus. Dus het is lekker om even buiten te lopen en we krijgen uitleg van een dame met een heel leuk pakje. En we krijgen blijkbaar een optreden. Dit is echt cult hoor. Kijk die hoofden van die beesten. En dat was het weer. We gaan weer de bus in. Op naar de volgende mystery stop.
Ik hoop dat hij nu gewoon doorrijdt hoor. Ik heb nog heel even snel een ananas op een stokje gehaald. Dat zie je hier zoveel, maar ik durfde het tot nu toe niet te eten. Maar Hanna zegt dat het oké is, dus ik ga ervoor. In de bus hoef je trouwens ook geen minuut te vervelen met de prachtige uitzichten. We hebben een laatste shopstop, maar het is om jakhoorns te zien. En daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, dus ik blijf gewoon lekker in de bus chillen. En nog een shopstop. Ik kom nooit meer thuis. Aangekomen, we hebben het overleefd en toevallig moet Amanda ook naar mijn hostel, dus ik kan gewoon met haar mee met de metro. En Hanna, where are you going? Home. Sleep. Yes! Eindelijk weer bij mijn hostel in Chengdu. En het eerste wat ik denk, internet! Ik heb bijna 3 dagen zonder internet gezeten. Ik ga appen, ik ga mailen. Ik heb een Skype call met Claudia. Ik ga Ed Care Bear Lazy Ass weer bellen. Ah, ik doe weer mee met maatschappij. Ik ga eindelijk eten. Het is 9:10. Hey, ik ben net gedoucht. Ik heb gefacetimed ook met vriendinnetje Claudia. Ik ga nu de vlogs editen van gisteren en van vandaag. Ik ben zo benieuwd hoe het is geworden. Ah, en daarna ga ik natuurlijk slapen. Ik zie je morgen weer. Wel tristen.